In een windpark heeft men gekozen voor het plaatsen van driewiekers op grote hoogte met als doel elektriciteit op te wekken. De ashoogte van deze molens bedraagt 70 meter, de diameter is 28 meter. De gemiddelde windsnelheid bedraagt 4,5 meter per seconde op een hoogte van 1 meter bij een terreingesteldheid A van 0,17. De dichtheid van de lucht bedraagt 1,27 kilogram per kubieke meter. Noem minimaal twee redenen om in een windpark te kiezen voor driewiekers en niet voor een ander type rotor. Nou, de driewieker is een snelloper en die zijn bij uitstek geschikt voor opwekking met dynamo's. Dus een hoog toerental geeft een driewieker en dat is goed voor een dynamo. Wordt ook op grote hoogte gebouwd omdat daar de windsnelheid groter is. En als je een driewieker wil vergelijken met bijvoorbeeld een twee- of een eenwieker, dan geeft een driewieker een rustiger visueel beeld, want hij heeft een iets lagere snelheid dan een tweewieker. En geeft om die reden ook minder geluid. En een belangrijk voordeel ten opzichte van een eenwieker is dat de complexe belasting op de toren minder groot is. Een driewieker die heeft gewoon een wat, vanwege de vorm, is de belasting wat meer evenredig op de toren. Bereken de maximale theoretische vermogen van deze rotor. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe dat ook weer zat in het formuleblad. Windenergie, oh hier is die. Verschillende dingen die hier een rol spelen. De windsnelheid, de terreingesteldheid, oppervlakte van de rotor. Theoretisch vermogen met en zonder batchoptimum. Het batchoptimum afgezet tegen rendement. En de opbrengstfactor. Nou, dat zijn dingen die we goed kunnen gebruiken hier. Dus laten we eens even kijken. We hebben een terrein met een molen. De ashoogte bedraagt 70 meter en op 1 meter hoogte bedraagt de windsnelheid 4,5 meter per seconde. De dichtheid van lucht is 1,27 en de terreingesteldheid, dus dat is hier de struikjes en de wollen en de boompjes, die bedraagt 0,17. Bereken de maximale theoretische vermogen van deze rotor. Nou, dan moeten we eerst eens de windsnelheid hier berekenen, de V. En dat kunnen we doen met deze vergelijking. V2 is V1 maal Z2 gedeeld door Z1 gedeeld door A. Nou, gaan we eens even proberen. Is de windsnelheid op 1 meter is 4,5 meter per seconde maal de twee hoogtes, dat is 70 meter voor de hoge, dus de tweetjes, de indexen 2 horen bij de hoogte, de indexen 1 horen bij de lage gegevens. 70 gedeeld door 1 tot de macht. Terreingesteldheid is 0,17. En dan gaan we dit even invoeren, kijken wat er uitkomt. 70 tot de macht 0,17 is 2 en een beetje, maal 4,5 is 9,27 meter per seconde. Dat is de windsnelheid. Nu gaan we kijken. Het vermogen P, even een blaadje wat verschuiven, is 16/27 maal 1/2 maal rho maal V tot de derde maal A. Kunnen we nog even die A berekenen. Dus die A is 1/4 pi d kwadraat. En daar komt uit, die kunnen we eventjes uitrekenen. De d is 28 meter in het kwadraat, is dat maal .25 maal pi is 615,75 vierkante meter. En P wordt dan 16/27 maal 1/2 maal die rho is 1,27. Maal V tot de derde is 9,27 tot de derde maal 615,75. P is, dus even kijken of we dat kunnen uitrekenen. Ik ga even terug naar nul met de rekenmachine, want als ik alles op een honderdste doe, dan maak je natuurlijk een afrondingsfout, maar die is acceptabel. 9,27 tot de macht 3
is dat maal 615,75 is dat, maal een half is dat, maal 1,27 is dat, maal haakje openen 16 gedeeld door 27 haakje sluiten is dat. En daar komt uit 184.000. Ik zet hem eventjes op engineering, op de index. En dan zie je er staan 184,58 kilowatt.